Mijn naam is Devi Raanmakers en super tof dat jullie kijken in deze nieuwe video op mijn kanaal. In deze video heb ik een ESP-project voor jullie. En wat we vandaag gaan maken is een automatische timelapse control. Oftewel, met deze control kun je automatisch een timelapse video laten maken. Wat heb je nodig? Als eerste de kabel die we in eerdere video hebben gemaakt. Dus mijn camera automatische foto laten maken. We hebben nodig een esp 860 met in dit geval een display aan vast. We hebben nodig een relais een klein schroevendraaiertje en we hebben nog een aantal steekabels nodig. Nou, mocht je nou een van deze dingen niet hebben, geen probleem, kijk even in de videobeschrijving, Daar vind je een linkje waar je deze zelf kunt gaan halen. Nou, heb je nou zin in deze video, doe dan alvast een duimpje omhoog en het zou me super tof lijken als voor de 62 luisterkanaal, jullie kunnen het, dan gaan wij gelijk beginnen met deze video. Nou, we gaan gelijk beginnen met dit systeem zelf wat we als eerste gaan doen, we gaan kijken naar onze relais. Als je naar een relais gaat kijken, dan zul je zien dat er twee knopjes op staan. Zo het een normally open en een normally closed. Even de camera laten zien. Je ziet ze hierop staan. Het streepje omlaag is een normally open. En het streepje dicht is een normally closed. Maar ja, Wat doet de relais nou eigenlijk? Een nou, relais kan ervoor zorgen dat je een grote spanning kunt gaan aansturen. Stel, ik ga de stekker aan het stopcontact stoppen. Zal de stroom vanaf de contactdoos richting mijn device gaan. Dit van de lamp bijvoorbeeld. En zal door de lamp gaan en weer terug naar het net toe. En de lamp zal aangaan. Wil je dat de lamp uitgaat, kan ik of de stekker uittrekken... Of ik kan er een schakelaar tussen zetten. Een schakelaar zal langs de twee draden uit elkaar halen en zo zal er geen stroom meer kunnen lopen, oftewel geen spanning meer. Maar stel nou, je wilt niet handmatig op een schakelaar klikken, maar je wilt bijvoorbeeld een ESP dat laten doen. Een ESP die werkt op 5 volt en een lamp werkt op 220 volt. Nou, als die bij elkaar koppelen, weet ik zeker dat het verkeerd gaat. Wat een relais nou kan doen: een relais kan ervoor zorgen dat er een kleine spanning krijgt van onze ESP. Als hij die grote schakelaar kan omzetten, of die grote spanning kan aansturen. En zo de lamp aan en uit kan laten gaan. Nou, wij gaan dat ook doen. Maar we willen geen grote spanning aansturen. We willen zo het een nulspanning spanning aansturen. En dit komt: want als we de camera bijpakken, dit is van mijn canon, mijn oude canon, dan zal deze canon zelf gaan controleren met een klein spannetje: of de schakelaar aan is of niet aan. Nou, als ik hier nou 5 volt opzet van de ESP, dan weet ik zeker dat hij constant foto's blijft maken. Dus daar zijn deze heel erg makkelijk voor. Nou, hoe sluit je hem aan? Ik zal even eerst aan de zijkant gaan, daar heb je de camera bij staan. Als eerste zie je dus de Normally Open en de Normally Closed. Wat we gaan doen, we pakken onze kabeltjes en stoppen hem in de Normally Open. Want we willen namelijk dat het standaard open is, dus geen foto maakt. En als we hem activeren, de relay, dan mag je pas een foto gaan maken. Ik stop ze erin en ik draai ze met de schroeven vast. En vervolgens kunnen we naar de ESP zelf gaan. Ik heb deze al eerder gebruikt voor de stopwatch video. En heb je die nog niet gezien, kijk even in de videobeschrijving. Daar vind je meer informatie. We gaan nu hem extra aanzetten met de kabeltjes. Dus gaan we even naar de camera toe. En dan hebben we je de ESP zelf staan. Wat ik als eerste ga doen, is dat ik aan de plus en min strip een kabel extra zet. We doen eventjes zwart voor de min. En we pakken rood even voor de plus. En vervolgens zien we hier op de relais zelf ook... Woorden staan, ook pinnen met woorden aan. Dat is de VCC, de 5 volt dus, de ground, de 0 en de DIN, de data in. Als we de 5 volt op de VCC gaan zetten en we gaan de 0 op de ground zetten, dan kunnen we met het andere kabeltje kunnen we gaan verbinden aan onze ESP. In dit geval de D5. Even kijken, de D5. Nou, wat er nou gaat gebeuren. Op het moment dat de D5 een spanning ziet, is hij high of is hij low, zal dit signaal sturen naar de relais. Ga aan of ga uit, net wat we dan hebben gekozen. En vervolgens stuurt de relais automatisch de camera aan. Als we dat hebben, kunnen we naar onze computer gaan en kunnen we beginnen met het programmeren van onze ESP. En ik heb hier al een code geopend en het is dezelfde code die ik al eerder heb gemaakt voor de stopwatch video. Nogmaals, heb je het niet gezien? Kijk even in de videobeschrijving en dan kun je ook de codes terughalen. Als eerste gaven we de pinnen aan waar onze MAX 7219 op zit, of ons displaytje. Vervolgens gaan we een time aan, de tijd die op het stoppotje staat en de steps. Hoeveel stappen zijn er al geweest? We gaven nog extra informatie aan om alles te laten werken. En dan kwamen we onderaan bij de starttime aan. We start starttime. Elke keer dat de loop starttime aanroept, zal die er één stapje bij gaan zetten. In dit geval zoals een tiende van een seconde. Alleen dan kom je op één probleempje uit. Als we A zijn gekomen bij de 5999 seconden of milliseconden, dan zal hij automatisch moeten overswitchen naar de 1 minuut. Want wij werken natuurlijk met 60 seconden in de minuut. Maar de ESP die snapt dat niet. wat moeten wij doen? Als de ESP ziet, in dit geval de step, je bent op 5999, dan zal die moeten opstappen en zal hij niet met 1 moeten gaan verhogen, maar met 4000 gaan verhogen. Dan komt er automatisch staan, geen 60, maar dan komt er staan dus 100 0, 0 vergelijkbaar met 1 minuut en 0, 0 seconden. Nou, dit hebben we niet meer nodig, dus dat kunnen we eruit halen, want wij willen in milliseconden gaan werken. En de step mag ook even weg. Vervolgens nou, kunnen we naar boven gaan en gaan we wat dingen aangeven. Als eerste ga ik de delay aangeven. Wat is de tijd dat het duurt tussen elke foto die gemaakt wordt? Nou, dat is een integer, dus we typen int en vervolgens typ ik delay. En ik geef de delay 10 mee, dat worden 10 seconden zet zetten even nog seconde achter. Voor de zekerheid: um, seconde. En als je trouwens iets wil achtertypen, twee slashes, dat is commentaar. Dan kun je gewoon zelf typen en dan zal het programma niks mee doen. Nou, de time, die is ook uh, straks zometeen belangrijk. En die wil ik gelijk houden aan de delay. Dus de time is gelijk aan delay. En dat is dus de starttijd. Dan gaan we naar de functie toe: starttijd, dat is deze functie. En voorheen ging ik elke keer met 1 verhogen. Ik wil niet gaan verhogen, maar ik wil hem aftellen. Dus ik doe in plaats van een plusje een minuutje typen. Dan zal die elke keer omlaag gaan. Wat we vervolgens gaan doen. Als je op 0 is aangekomen, dan moet hij niet verder gaan. Maar nu moet hij weer beginnen bij de startwaarde. In dit geval is 10. We gaan een if-functie maken. If, haakje openen, haakje sluiten. Accolade openen en accolade sluiten. Zelfs een PHP eigenlijk. Vervolgens gaan we die tijd aangeven. Of time. Time kleiner dan 1. Wat gaat hij doen? Ik ga kijken. Of de tijd kleiner is als 1, ja, gaan dan de if-functie uitvoeren. Nee, gaan er lekker door. Dan wat moeten we doen als dat zo is? Dan is time gelijk aan delay. Oftewel, oh, is de tijd kleiner als 1, is dus 0, dan zal de tijd moeten reset worden naar de delay die we eerder hebben ingesteld. Nou, mocht je nou straks de delay willen gaan veranderen, hoef je dat alleen maar hier te doen. En het hele script zal automatisch worden aangevoerd daarbij. Samen heb we hem daar bovenop staan. Dan hoef ik nog één ding te doen, als we naar beneden gaan, dan zagen we een andere delay staan. Dit is een delay die standaard gaat aangeven hoeveel tijd het duurt voordat deze loop steeds wordt uitgevoerd. Standaard staat hij op 1 milliseconde. Ik heb hem al verhoogd naar 10 milliseconden, anders ging het stoppertje heel snel. Ik wil hem dan gaan verhogen naar 1 seconde. 1 seconde, dat is in dit geval 10.000 en ik maak ze dus even van 9.999. Vervolgens kunnen we naar boven gaan en kunnen we onze camera gaan aangeven, in dit geval pin 5, waar onze relay op aangestuurd staat. Dan gaan we define, dus Een zo'n hashtag define, uh, define. en dan geven we een naam op. Ik kies even voor camera en dan geef ik de D5 mee, de pin waar wij op gaan zitten. Ik zal boven ook nog even commentaar bijzetten en doen we even camera, dan weten we zeker. Wat het zeker. Wat we gaan doen, is we naar de setup dan toe gaan en dan gaan we deze pin aangeven. Want standaard zal hij niks doen met de pinnen, we moeten ze eerst gaan aangeven. En dat kunnen we nu doen met pin-methode, dus pin-mode, haakje open haakje sluiten. Welke pin? Dat is in dit geval de camera-pin, uh, camera. En wat is het? Is het input of een output? Oftewel willen we data gaan ontvangen of gaan versturen. En met data bedoelen we dan even een piekspannetje van 5 volt. Nou, in dit geval is het een output, dus type typen output, kijk output, uh, output, output, en volgens natuurlijk een punt-komma. Wat we dan gaan doen, is we onder een digital write meegeven. Oftewel, dit is de digital write, kun je gaan aangeven of de spanning standaard aan is of standaard uit is. Wil je 5 volt laten zien? Ja of nee. Zouden we 5 volt opzetten dan weet de ik moet aangaan, zouden we het niet doen weet relais, ik moet uit zijn. Maar wij willen hem uit hebben natuurlijk, dus we typen de naam camera en we geven hem op low aan. Hij moet standaard moet hij uitstaan en natuurlijk op een komma. Dan gaan we naar beneden toe. Wat we dan gaan doen, is dat we in de if-functie de spanning omhoog willen gaan geven, Want de poort maken we actief. Dit is de white, haakje openen, haakje sluiten, de naam, camera, en dan we een comma, en dan zetten we een high neer, en volgens een punt, komma. Oftewel, hij zal nu elke keer als hij hier aankomt, zal de spanning even omhoog gooien, dan gaat hij een hele loop verder doen en een seconde aan de rand sluit hij de spanning weer af. Nou, je zou ook eventueel hier een extra delay tussen kunnen zetten, en zeggen nou ik wil hem bijvoorbeeld na 1 seconde al sluiten. Uh, maar dat mag je zelf weten. Ik laat hem even zo staan. Wat ik wil nog wel gaan doen. Als ik hier bovenaan. Gewoon extra right neer wil gaan zetten. Digital right. En dat is camera. Camera low. Nou, waarom zet ik die tweede hier neer? Ik weet dat ik hier aan setup hem ook al low heb gegeven. Maar ik ga hem hier nog een keer low geven. Zo dus weet ik zeker. Elke keer als hij hier aankomt. Is hij laag. En dan gaat hij pas hier kijken of hij hoog is, ja of nee. Aan de zijkant echte code staan. Die kan eerder opgebouwd gaan Even kijken of ik niets vergeten ben. Uh, nee, ik zie niks vergeten. Nee. Als we nu gaan kijken, zullen we zien dat de code gaat werken. Ik kan er één dingetje toevoegen. Dat is gewoon een grappig dingetje. Ik wil een counter toevoegen. Die gaat tellen hoeveel foto's er gemaakt zijn. Ik ga even naar boven. Ik ga een extra if-functie aanmaken. of Sorry, een extra variabele aangeven. Dat is een int. En die heet count. En die is gelijk aan 0. Elke keer als je hier aankomt, wil ik hem met 1 gaan verhogen. Dus we zetten hier onderaan neer. Dus ik doe het even bovenaan, dat is mooier. Uh, count is count plus 1. Nou, als we dat hebben, kunnen we naar beneden gaan. En het enige wat doen is hem hierbij hoeven te zetten. Ik nou, kan hem die gewoon kopiëren. En voorzetten. Plusje om te koppelen. En het wordt dan count. Ja, op dit moment staat er dus helemaal bovenaan beginnen. Als eerste gaan we dingen aangeven. Waar is het onze ESP op aangesloten? Of waar is het, het schermpje op aangesloten? Waar is onze camera op aangesloten? Wat is de delay die tussen elke foto wordt gemaakt? De standaard time. De standaard count waar waar beginnen we mee? Om dan de shift function weg te schrijven. De setup. Hoe willen we ons display gaan aangeven? En wat is onze camera? dit was is pin 5. Nou, de start time. Begin standaard met een lage waarde, uit dus. Ga de tijd verlagen met 1. En is de time kleiner als 1? Of kleiner dan 1? Ga dan de time weer zetten op de oorsprongstraat, dus de delay. Ga de count verhogen met 1. zet de camera op high, terwijl de relais moet opengaan. In de gaan we als wegschrijven naar het display toe. Er zal standaard komen staan. Het aantal foto's die gemaakt zijn. En dan gelijk achteraan de tijd die gaat aftellen. Ik wil het niet gelijk doen, Ik wil er eigenlijk even een spatie tussen hebben staan. Dus ik ga hier twee quotejes aangeven. En een plusje. En dan gaan we binnen een extra waarde typen. Ik typ even twee streepjes. Lijkt me wel makkelijk. Lijkt me wel handig. Gewoon spatie. En dan gaan we hier onderaan even een if-functie bijzetten. Deze if-functie gaat naar me kijken wat hierin staat. Is het nu 9? Laat nou, dan een 9 zien. Enzovoorts enzovoorts. Eerst een streepje. Dan wil ik hem een leegveld geven. En dat is een fje. Oké, okay. we gaan alles opslaan. Ik geef het aan de camera toe en dan uh, gaan we hem aanzetten. Ik heb al de powerbank bij me. Nou, ik heb de code nu weggeschreven richting de ESP en we kunnen hem nu gaan testen. Nou, jullie weten het, als de webcam staat, dan doen we ESP een beetje raar. Dus je zult uit de timer ook misschien zien uh, raar doen. Kijk, okay, hij is aangesloten. Je ziet al de tijd lopen. Hij gaat aftellen en op de relatie zie je nu een rood lampje. Dat betekent dat de uit uitstaat. Is op nul, zal de het even groen worden, het lampje erop. Dit lampje. en Dat betekent dat de schakeling voltooid is. Nou, als ik nu mijn camera bij ga pakken, dan kunnen we de camera in inprikken. Ik ga hem even uitzetten. We gaan de kabel in de camera stoppen. En vervolgens zetten we de camera aan. Nou, hij ziet stand staan, maar hij doet er 4000 seconden over. Dus Leg hem weer even naast. En als we nu volgens de ESP gaan aanzetten, dan zul ik zien dat hij gaat tellen. En zo meteen als hij bij nul aankomt, aankomen, zal hij automatisch een foto maken. En zul je het op een schermpje ook zien dat het schermpje even uitflitst. Komt hij aan. uit de foto gemaakt. Nou, zoals je hoort, hij werkt goed. Je hoort het misschien aan de zijkant wel. En wat je wel merkt, is dat hij dus meerdere foto's in één keer maakt. Dat komt dan de maar nu moet het hoog staat op een vierduizendste van de seconde. Nou, dat kunnen we aanpassen. Door de sluittijd te gaan verhogen. Even sluit dat anders zetten. Zo. En zo je ziet, hoe een één foto maakt. Wil je dit gaan veranderen? Kijk, dat was de ene foto die hij maakt. Wil je dit nou gaan veranderen zelf, dan kun je natuurlijk ook hier bij de digital output Kun je in plaats van high ook eerder uitzetten? Nou, de timer gaat weer terug op nul bij mij. Dat heeft te maken met mijn webcam ook aan het opnemen is en op een of andere manier ja, gaat dat niet helemaal goed. Maar mocht je het zelf gaan testen, zul je merken dat dit counter wel gewoon door gaat tellen. Dan nou, zie je, kan je heel simpel, makkelijk een controle maken. En wil je eventueel de tijd gaan veranderen, wat hij doet met de foto maken, zou je de lane natuurlijk kunnen gaan aanpassen van in mij van 10 seconden naar net wat jij zelf wil. Nou, volgende een tof video. Doe dan vast een duimpje omhoog. Check niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. Dan zie ik jullie graag de volgende keer terug bij een nieuwe video op mijn kanaal. Tot de volgende keer.